Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 17 december 2015. Dit is het bulletin van donderdag. Vandaag hebben we weer Contestia met 125 bandbreedte en 8 tonen. Zoals we de afgelopen tijd steeds gedaan hebben, want de experimenten van de afgelopen dagen waren geen succes. Daarnaast hebben we aan het eind van de uitzending nog een experiment, een kort stukje Slow Hell. Slow Hell. En dat heeft een centrale frequentie van 425 hertz. 425 hertz. Je kunt dat tegelijkertijd met Contestia ontvangen door het programma FL Digi nogmaals op te starten. En dat tweede venster dan de instellingen van Slow Hell te geven. Verschillende andere amateurmedia schreven er al over en ook de Daily Minutes besteden er in de zijlijn al aandacht aan. Er is een hoop gedoe op het gebied van DMR momenteel. Gedoe dat ook enige uitstraling richting D-Star heeft en System Fusion. Ik sprak al eerder van ego's. Op zich is wat er gebeurt voor buitenstaanders tamelijk simpel uit te leggen. De eerste netwerken die er voor DMR en D-Star waren, die waren nogal gesloten. En wat er gebeurde werd door enkele mensen of door zelfs één persoon bepaald. Bij D-Star kwam er vervolgens een groep uit Duitsland die een alternatief netwerk introduceerde dat meer open was en waarop de kritiek van het eerdere netwerk niet gold. De ontwikkeling bij DMR is bijna hetzelfde verlopen, alleen een paar jaar later. Helaas wordt van die twee nieuwere netwerken voor zowel DMR als D-Star de openheid steeds minder. En in feite is het maar één persoon die het allemaal nu nog bepaalt. Toen er vervolgens recent voor DMR nog weer een nieuw alternatief netwerk verscheen dat deze nadelen van leiding door een ego en geslotenheid van technologie die dat dus niet heeft, toen was het antwoord van het Duitse netwerk om zoveel mogelijk het gebruik van het nieuwe netwerk en een eenvoudige interactie tussen die netwerken te blokkeren. Bij D-Star is er geen nieuw netwerk als concurrent, maar er zijn er wel andere mogelijkheden. Ook daar is de kritiek over het gebrek aan openheid en in veel gevallen van bovenaf bepalen van de dingen groot. Onlangs is een innovatief nieuw product, de DV4 Mini, ook al in de strijd betrokken. In de nieuwe firmware wordt, als je de meest recente update hebt gedaan, ook interactie met het alternatieve netwerk Brandmeister voor DMR dus geblokkeerd. Allemaal zeer onverkwikkelijk en ook nogal zoals we dat vanuit de grondgedachte van het centamateurisme niet zouden moeten doen. Gelukkig is er bij DMR dus Brandmeister en bij D-Star de eenvoudige opzet van een geheel open X-reflector die je desnoods zelf kunt opzetten en beheren. De laatste twee alinea's van dit onderwerp waren niet geheel vrij van de opinie van deze journalist en dat hoor je uiteraard te vermelden. Ik heb ook nog een naschrift, minteken DMR meldt, dat voor een testversie, een beta-versie van de firmware van de DV4 Mini, de toegang naar het Brandmeister-netwerk kennelijk weer functioneert. En dat is sinds 15 december. Een reden hiervoor was niet gegeven. Op verschillende sites wordt melding gemaakt van een initiatief om je SDR-ontvanger via internet beschikbaar te maken voor anderen. Ik ben nog niet heel diep ingedoken, maar het ziet er interessant uit en er zijn diverse Nederlandse amateurs die er al in deelnemen. Website is http://sdr.hu/openwebrx, dus Sierra Delta Romeo.hoteluniform en dan een breukstreep aan een openwebrx. Ik meld het mede vanwege de drukte vorige week bij mijzelf een beetje laat, maar early adopter PA3 ANG heeft vorige week op zijn site al een artikel geschreven over zijn ervaringen met de nieuwe Raspberry Zero. Kleiner kan bijna niet, schrijft Johan. En toen was er ineens de superkleine RPI. Op Thanksgiving Day in Engeland werd plotseling de Raspberry Pi Zero aangekondigd. Nou, aangekondigd was hij per direct leverbaar en dus na één dag al uitverkocht. Gelukkig kon ik via de Pi Hut een doosje met inhoud op tijd bemachtigen. Zo gaat PA3 ANG verder. De Raspberry Pi Zero kost $5, maar ja, een kitje met verzenden kost iets meer. Je krijgt een printje waar uitsluitend kleine connectoren op gebruikt zijn, dus een mini HDMI en een mini USB. Hierdoor heb je al snel een verloopstekker nodig, ook is er geen GPIO connector aangesoldeerd. En hiervoor kun je kiezen uit mail, recht en haaks, female. Mail, recht en haaks en female, recht. Wat kunnen we van deze Raspberry variant verwachten, zo gaat Johan verder. Nou, eigenlijk gewoon een functionerende Raspberry Pi die voor de RPI beschikbare besturingssystemen moeiteloos kan verwerken. Hij is wel iets minder krachtig dan de nieuwe Raspberry Pi 2, maar toch nog steeds sneller dan de oorspronkelijke Raspberry Pi type A, B, B+. De Zero draait op 1 GHz en heeft 512 MB geheugen aan boord. Er is geen separate audio-uitgang, hiervoor wordt de HDMI gebruikt. De GPIO is volledig compatible met die van de Raspberry Pi 2.
Het bestelde doosje kwam na een paar dagen binnen en dus konden we vrij snel operationeel zijn. Even een SD-kaartje met een werkende image, waar dus al een wifi-code op is aangebracht erin, en kijken of de Zero opstart. Via verloop mini-HDMI de monitor aansluiten en met een USB-hub de voeding en dongeltjes verbinden. Genoeg toepassingen zijn volgens PA3 ANG denkbaar om met dit mini-computertje applicaties te schrijven in Python. Toch net even anders dan Arduino en makkelijker op te nemen in de Internet of Things toekomst. Ja, op de site van Johan PA3ANG.nl kun je diverse foto's van de kleinoot vinden. De werkzaamheden van het vroegere Eikwezen worden vanaf 1 januari bij Agentschap Telecom ondergebracht, zo meldt de site van AT. Het toezicht op de toenmalige Eikwet en de Waarborgwet was oorspronkelijk een taak van het Eikwezen. Het Eikwezen werd in 1989 verzelfstandigd en in 1998 geprivatiseerd. De toezichtstaken zijn daarna ondergebracht bij Verispect BV, nu onderdeel van TNO Bedrijven. Verispect verzorgt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie het toezicht op naleving van de Meteorologiewet en de Waarborgwet. Ook handhaaft deze organisatie de registratie- en legitimatieplicht bij metaalhandelaren en de leeftijdsgrenzen bij films en games. Er werken nu zo'n 30 mensen, het merendeel van hen komt bij Agentschap Telecom in dienst en krijgt als standplaats kantoor Amersfoort. Tot slot nog even een dienstmededeling. Doordat PI3UTR nu tijdelijk uit de lucht is, kan de wekelijkse uitzending van PA00 Nieuws tijdelijk ook niet in de ether plaatsvinden. De uitzendingen gaan echter op het gebruikelijke tijdstip op vrijdagavond gewoon door, zij het via het internetradiostation Shorties FM. Na afloop van die uitzending op Shorties FM aanstaande vrijdagavond 10:30 kan het QSO dat normaal gesproken op PI3UTR plaatsvindt, nu op PI2NOS gebeuren als de repeater vrij is.